Bakker Pieter Duin, gevestigd in winkelcentrum Quadrant, heeft in de oliebollentest van het Algemeen Dagblad een mooie derde plaats behaald. De jury beoordeelde de bal met een 9,5 en gaf aan in het juryrapport dat het een bol van wereldklasse is. Derde prijs, dat is wel een fantastische prestatie. Allerbeste van Gelderland, maar derde prijs van Nederland, dat is wel een hele mooie positie. En dat is wel de moeite waard om even aandacht te besteden. Vandaar dat ik dat heb gedaan. En ik heb even in de oliebollenkeuken mogen kijken, gezien hoe ze gemaakt worden. Een paar zelf mogen bakken. En ik kan u zeggen, het is er heel heet. En de oliebollen die eruit komen, die zien er fantastisch uit. De afgelopen jaren is vanuit de bakkerswereld de belangstelling voor de test enorm toegenomen. Maximaal 160 verkooppunten konden dit jaar deelnemen en zichzelf van tevoren inschrijven voor deelname. De oliebollen werden op de dag van aankoop gekeurd door een consumentenpanel van 20 personen dat door het Centrum voor Smaakonderzoek is samengesteld. Dat deze hoge notering een topprestatie is, vond ook het college van BMW van de gemeente Tiel. Wethouder Verheij reikte Jan Pieter de ambassadeurspeld van de gemeente Tiel uit. Voor mensen die zich gedragen als ambassadeur van Tiel, reikt het college zo nu en dan een flipjespeld uit. En iemand die de derde plaats haalt in Nederland, heel Nederland, met de beste oliebollen, die is zeker een ambassadeur van Tiel. Dus bij deze, ook voor bakker Jan Pieter Duin. Dank u. Gefeliciteerd.